We kregen nooit uitleg waarom dingen niet mochten en je accepteerde alles. Ik ben Ellie van der Meer. Toen de oorlog begon was ik 5 jaar. En heb ik het bombardement van Rotterdam meegemaakt. Ellie woont samen met haar ouders en zus in Rotterdam als het Duitse leger op 14 mei 1940 bommen op de stad gooit. Ik weet nog wat ik droomde toen, dat er een vrachtauto voor de deur stond met een achterklep en dat die klep de hele tijd heen en weer ging. Achteraf bleken dat de bommen te zijn die op Rotterdam vielen. Ons gebied is niet getroffen, maar wij zaten wel onder de trap voor het geval er wel een bom op ons huis zou vallen. Dat was de eerste kennismaking met de oorlog. Het Nederlandse leger geeft zich na het bombardement over. Vanaf dat moment is Nederland bezet. Ik herinner me dat er een soort optocht was van Duitsers vlakbij ons. En dat je als kind elke optocht prachtig vond. Dus ik ging met mijn zusje en nog buurkinderen naar die straat toe waar die Duitsers langskwamen. Ik geloof met muziek. Maar als kind heb je misschien de fantasie dat er muziek was. En dat mijn vader of mijn moeder, die kwamen rennend naar ons toe en trokken ons weg. Ik denk dat ze toen al dachten, dit is niet goed. Die Duitsers nemen misschien mijn kinderen mee. Mijn ouders wilden niet meer in Rotterdam blijven wonen. Een stad die voor een deel verwoest was. Het gezin verhuist naar Rijswijk. Maar ook daar is het leven moeilijk en gevaarlijk. De nazi's, die op dat moment dus ook hier de baas zijn, hebben een hekel aan Joden. Er worden door de nazi's steeds meer anti-Joodse regels ingevoerd, waar ook kinderen mee te maken krijgen. Ik wist dat we Joods waren, maar dat zei me verder niet zoveel, want ik was een heel klein kind nog. Ik wist dat als ik 6 jaar ben, dan mag ik naar de grote school waar mijn zus op zit. En toen ging het helemaal mis. Toen kwam het hoofd van de school bij ons thuis en zei: ik vind het heel erg, maar jullie kunnen niet meer bij mij op school zitten. En jullie moeten naar een Joodse school. Dus wij gingen samen met de tram de eerste tijd. Later kwamen er allerlei verboden. Dat we niet meer in de tram mochten. Dat we niet meer met niet-Joodse kinderen mochten spelen. Niet meer in het parkje wat bij ons huis was. Niet op een bankje zitten. We mochten alleen met Joodse kinderen spelen. En wij gingen, nadat we niet meer met de tram mochten, op een stepje samen van Rijswijk naar Den Haag, naar de Joodse school. Het is een bijzondere foto, vind ik. In die Joodse school, dat we allebei vrij gelukkig keken en dat het natuurlijk helemaal geen gelukkige tijd was. Het probleem was dat er steeds meer kinderen uit die klas weggingen. En je wist als kind niet wat er aan de hand was. Meer dan 100.000 Joden worden tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland naar concentratiekampen vervoerd om daar te worden vermoord. Maar er zijn ook veel Joodse mensen die onderduiken. Ellie krijgt ook stiekem onderdak. Dat was een hele nare tijd. We mochten nooit naar buiten, niet bij de ramen komen. We waren echt opgesloten. Dat die vrijheid die je niet had. Dat is onbegrijpelijk, tenzij je het hebt meegemaakt. Hier de gordijnen dicht, dat doe ik nooit, want ik moet die vrijheid hebben van ik zie de buitenlucht en ik mag gezien worden. Na 5 vreselijke jaren van oorlog en bezetting wordt Nederland op 5 mei 1945 bevrijd. En ook Ellie mag dan weer naar buiten. Ik was 10 jaar en er kwamen vliegtuigen over. Iedereen in het dorp was helemaal blij en gelukkig. Ik ben alleen maar
dankbaar voor dat wat er is. Ook al lijkt iets verschrikkelijk, dat er altijd hoop is. Dat het nooit is, dit kan, hier kan ik niet meer mee leven. Er is hoop, er is vrijheid en toch ook wel dankbaarheid dat je door een wonder, door geluk en door hele goede andere mensen, dat je hier nog zit.